Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op dinsdag 24 september. Het is bewolkt in Nederland, maar nog wel op de meeste plaatsen droog. Dat gaat wel geleidelijk aan veranderen, want vanuit het zuidwesten komt regen onze kant op en vanmiddag en vanavond gaat het op veel plaatsen regenen. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 13 en 15 graden. Vanmiddag kan het nog wel 18 tot 21 graden worden. Het warmst wordt het in het noordoosten, want daar komt de regen het laatst. De regen die trekt naar het noordoosten weg en vanavond wordt het dan uiteindelijk geleidelijk kan droog op de meeste plaatsen, maar niet helemaal droog, want in de late avond en ook in de nacht kan er hier en daar een bui vallen, mogelijk zelfs met onweer in de kustgebieden. Morgen opnieuw veel bewolking en af en toe een bui, met name in de zuidelijke helft van het land kunnen er een aantal flinke buien gaan vallen 's middags. De temperatuur ligt tussen de 17 en 18 graden en er waait een matige wind uit het zuiden. En de dagen na blijft het wisselvallig. Iedere dag is er wel kans op neerslag. Vooral donderdag kan het weer even stevig gaan regenen. Vrijdag en zaterdag breekt de zon wat vaker door. Maar ook dan blijft het niet droog en vallen er een paar buien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.